Oké, een hele goede avond. Welkom allemaal. Dit is onze allereerste Nederlandse show die wij doen voor Dot. We hebben 3 weken geleden hebben we een Engelse versie gedaan, maar voor Nederlandse kijkers en Nederlandse kinderen en dergelijke doen we de show ook nog een keer in het Nederlands. Mijn naam is Alex, ik ben een van jullie hosts vandaag en dit is Casper. Ja, en vandaag doen we dus min of meer dezelfde show als 3 weken geleden, maar dan in het Nederlands, zoals Alex zei. En het plaatje wat we nu op de achtergrond zien, dat is waar we normaal gesproken onze show zouden doen. Elke dinsdagavond in het Dot Live Planetarium in Groningen. Nu vanwege de pandemie doen we het lekker vanuit huis. Dat is de enige optie op dit moment. We zijn nog niet helemaal zeker wanneer we weer teruggaan naar die dome. Maar daar houden we jullie ongetwijfeld op de hoogte van. En het ligt ook in de planning om weer aankomende shows te doen over nieuwe onderwerpen. En daar gaan we jullie zeker van op de hoogte houden via Facebook en ook YouTube. Dus, Abonneer en like, ja. als je op de hoogte wil blijven. Ja. En we gebruiken voor onze online planetarium show speciale software. En we kunnen het hier zien. Het is OpenSpace. OpenSpace is open source software. Het is planetarium software. En momenteel zijn we ook bezig met de implementatie van dezezelfde software in Dot. Dat doen we samen met het Hayden Planetarium uit New York. En het planetarium in de Universiteit van Norrköping uit Zweden. Ja, dus OpenSpace is een open source visualisatie software. En dat betekent dus gewoon dat je data gebruikt van bijvoorbeeld telescopen of andere datasets. En daar maken ze een plaatje van. En OpenSpace is gratis te downloaden op deze pagina. Dat is openspaceproject.com. Daar kan u zelf heen. Dan kan u hieronder op de downloadknop drukken. En daaronder kan u nog meer informatie vinden. Download duurt even, het is een redelijk groot programma, maar de meeste laptops zouden het, en computers zouden het op in ieder geval een fatsoenlijke kwaliteit moeten kunnen draaien. Verder staan op deze webpagina nog meer hele interessante dingen. Media, bijvoorbeeld je kan naar het YouTube-kanaal, of je kan plaatjes zien die gemaakt zijn met deze software, zoals hier te zien is. Maar er is ook een YouTube-kanaal, waar dus veel informatie te vinden is. Er zijn mensen die shows doen, net als wij, en die komen daar dus ook op te staan. En ook tutorials. Dus als u vragen heeft, kan u deze of wil kijken wat de software kan u al deze filmpjes gaan bekijken om te kijken wat de software precies kan en wat u allemaal kan gaan zien in OpenSpace. We hebben OpenSpace al even opgestart. Dus laten we daar gelijk heen gaan. Zodra OpenSpace wordt opgestart, is dit het eerste wat je zult zien. We beginnen altijd bij de aarde. We zien de sterrenhemel op de achtergrond. We zien onder andere de Melkweg hier achterlangs lopen. We zien een paar lijnen erin. Dat zijn banen. Dit is de baan van de aarde rondom de zon. En hier zien we nog een andere lijn. We komen straks even dichterbij in de buurt om te zien waar dat dan eigenlijk van is. Vervolgens kunnen we met de muis simpelweg rondom die aarde heen vliegen. Met de linkermuisknop kunnen we eigenlijk draaien om die aarde heen. En met de rechtermuisknop kunnen we in- en uitzoomen. Dat is eigenlijk best wel straightforward. Ja, hier op de achtergrond zien we nog een paar andere banen van de andere planeten. Die hebben allemaal een eigen kleur, dus zo kan u ze herkennen. En de dichtstbijzijnde is die van de maan. En zoals we kunnen zien, zit hij hier achter. Hij is gewoon al zichtbaar. En dat komt ook toevallig uit, omdat het bijna volle maan is. En we zien dus dat de zon de aarde belicht vanaf de linkerkant. En dat betekent dus dat als de maan aan de andere kant staat, dat het min of meer volle maan is. En dat is dus nu vanavond ook te zien als het niet te bewolkt is. Gelukkig is het in OpenSpace eigenlijk nooit bewolkt, dus je kan het altijd zien. En als we dan inzoomen, dan zien we ook die andere lijn hier om de aarde heen lopen. Deze lijn, dat is de baan van het Internationaal Ruimtestation. En dat Internationaal Ruimtestation, dat zit ook in OpenSpace. Dus daar kunnen we ook een kijkje gaan nemen.
Nou bevindt het internationaal ruimtestation zich op een hoogte van ongeveer 350 kilometer. En dat is niet het probleem. Hier linksbovenin zien we onze hoogte ten opzichte van het oppervlak van de aarde. En we kunnen simpelweg inzoomen totdat we op dezelfde hoogte zitten als dat ISS. Ja, ondertussen ziet u de wolken verdwijnen. OpenSpace haalt informatie van verschillende databases om de wolken te kunnen tonen. En dit zijn niet per se wolken die nu boven de aarde zitten. Het wordt niet perfect op dit moment gedaan, maar het is de meest recente data die we hebben over wolken. Dus de wolken lijken heel erg op wat u net echt zou zien, maar het is niet exact op hetzelfde moment. De achtergrond zien we Hawaii liggen. Dus momenteel is dit ook, het is ook nou, real time, dus het ISS vliegt op dit moment ook echt ergens boven Hawaii. En als we inzoomen, dan zien we dus dat dat ISS uit beeld beweegt. En dat komt omdat het ISS met een behoorlijke snelheid rondom de aarde heen gaat. Zo'n 25.000 km per uur. Dus we moeten OpenSpace een klein zetje geven om hem bij te houden. Ja, normaal gesproken houdt OpenSpace er langzaam mee op het moment dat u hem een draai geeft. Alleen op het moment dat we op de F-toets kiezen, ziet u rechtsboven het scherm ziet u deze rotation. Ziet u van groen naar rood gaan en op dat moment houdt hij dus op met het tegenhouden. Van de wrijving. Ja. Ja. Nou, dan laten we dat ISS weer even achter ons. En we vliegen wat verder van het oppervlak van de aarde. Want we kunnen dus eigenlijk ook elke plek op aarde bezoeken met behulp van OpenSpace. Dus ondanks dat er nu allerlei soorten reisrestricties gelden rondom de aarde, is het wel mogelijk om gewoon eigenlijk de hele aarde af te reizen met behulp van OpenSpace. Als we hier wat naar onderen draaien, dan zien we de Verenigde Staten, of eigenlijk heel Noord-Amerika, tevoorschijn komen. En we zien eigenlijk dat we een beetje gedraaid zijn, want hierboven, of ja, hier eigenlijk aan de zijkant, ligt de Noordpool. Als we onze shift-toets ingedrukt houden en dan de linkermuisknop ingedrukt houden, opzij slepen, dan kunnen we draaien. En dan draaien we eigenlijk onze camera en dan kunnen we hem weer recht zetten. We gaan natuurlijk even een kijkje nemen van nou, waar wij nu op dit moment zitten, Alex en ik. En ongetwijfeld ook een significant deel van onze kijkers. En dat is natuurlijk in Groningen. Zodra we inzoomen verdwijnen die wolken. En dan zien we hier Europa liggen. En we zien Nederland natuurlijk ook al snel verschijnen. OpenSpace die downloadt alles live van het internet. Dus op het moment dat u OpenSpace opstart, dan zal hij ook vragen of netwerk toegang is toegestaan. Tenzij dit al is aangeklikt. En vervolgens heeft hij de mogelijkheid tot het downloaden van al deze kaarten en ook de weerkaarten. Om dat dan vervolgens in hoog detail te weergeven. Als al die data al in OpenSpace zou zitten, dan zou het veel te veel data zijn. Zou het veel te veel ruimte innemen op de computer. En we moeten hem even weer recht draaien. Volgens mij. Ja, even kijken. Oh, waar zijn we nu beland? Volgens mij hebben we Groningen hier liggen, ook niet. Ja, was goed wel. We kwamen een beetje van een gekke hoek. Nee, dit is niet. Ja, dit is dus een nadeel van OpenSpace. Het is niet zoals Google Maps. En linksonder? Oh ja. Kijk. Staat iets zo dicht bij de dollard, als ik het goed heb onthouden van mijn... Nee, die zitten gewoon, veel te hoog volgens mij. Ah. Oh. Even kijken. Waar zijn we gebleven? Of is het hieronder? Nou, we zijn het even kwijt. Maakt niet heel veel uit. Maar we bevinden ons hier natuurlijk in de provincie Groningen. Oh, we zitten hier veel te veel naar links. Oh. We zitten gewoon in Friesland. Kijk eens. Daar gaan we. Daar is Groningen gebleven.
En eerst is deze resolutie dus nog wat laag, maar dat komt omdat OpenSpace het dus live downloadt, zoals we net zeiden. En het duurt even voordat het zichtbaar is. We zien hieronder het centrum van Groningen. Het zijn natuurlijk geen live beelden. Ik zie al in de chat staan, heren, is dit niet Friesland? Ja, dat klopt. We waren net even in Friesland, maar we hebben het al gevonden. Maar afgesproken zouden we natuurlijk hier zitten. In Dot. Ons planetariumtje. Ja, maar er is nog veel meer te zien in OpenSpace. En we beginnen dus vandaag even vooral bij de aarde en we gaan daarna naar de maan. Dus een van de dingen die we jullie graag willen laten zien is iets unieks wat OpenSpace... Nou, unieks. Iets wat OpenSpace kan, wat misschien iets minder makkelijk te zien is in Nederland. En dat heeft dus te maken met diepte. Want het gebruikt ook verschillende soorten kaarten voor hoogte en diepte van het land. En daarom willen we heel even naar de Himalaya. Nederland is natuurlijk vrij vlak. Dus niet echt een geschikte plek om bergen te gaan zien. Nou, we zien nu dat het nacht is in India. En op dit moment laat de kaart dus ook zien hoe India eruit ziet vanuit de ruimte. Dus op het moment dat er satellieten foto's maken van India 's avonds, dan zie je dus zeg maar vanuit de ruimte ook al deze heldere bronnen. Deze steden kun je herkennen en je ziet de wegen. En zo zie je een heel netwerk eigenlijk. Maar op dit moment is het een stuk moeilijker om het gebergte te zien. Dus wat we eigenlijk even willen doen, is we willen de tijd aanpassen. Ja. Gezien het natuurlijk planetarium software is dat best wel gemakkelijk. We zien hier onderin al de tijd staan. De huidige tijd. Maar het is momenteel nacht in India. Dus we moeten die tijd vooruitspoelen om het weer dag te maken. Er zijn verschillende methoden voor. Hierboven kunnen we een specifieke datum en een specifiek tijdstip kiezen. Maar we kunnen ook simpelweg de tijd sneller en langzamer laten verlopen. Naar voren toe of naar achteren toe. Door simpelweg hier te schuiven. Ja, dus degene die we nu gebruiken doet een bepaald aantal seconden per seconde. Dus die versnelt de tijd eigenlijk 300 keer. Je kan ook andere specifieke eenheden aangeven, zoals je kan veranderen van seconden naar bijvoorbeeld het aantal dagen wat je wil laten veranderen per seconde. Dit gaat natuurlijk veel sneller en voor de aarde is het misschien iets minder interessant, omdat het dan gewoon heel snel heen en weer gaat. Maar als u bijvoorbeeld wil kijken hoe de planeten om de zon heen draaien, is dit een veel betere eenheid. Ja, we zien hier dat 300 seconden per seconde nog niet echt heel erg snel is. Dus we kunnen ook hier aan deze schuiven en dan gaat het een stuk rapper. Ja. En vervolgens hebben we het al dag gemaakt. Dan zetten we de tijd weer even op normale snelheid, 1 seconde per seconde. En dan zien we opeens hier ten noorden van India, zien we een behoorlijk gebergte liggen. Dat zijn natuurlijk de Himalaya's. Als we dan inzoomen, dan zullen we nog niet echt duidelijk zien dat dit daadwerkelijk 3D is. Maar de truc in OpenSpace hiervoor is dat we de controlknop kunnen inklikken. En dan vervolgens weer met de linkermuisknop ingedrukt de muis omhoog kunnen schuiven. En vervolgens duurt het even voordat OpenSpace deze data heeft geladen. Maar we zullen al redelijk snel zien dat we hier echt een 3D textuur zien in dit gebergte. Nou, dit gebergte is gevormd omdat de aarde bestaat uit verschillende platen. En die platen bewegen ten opzichte van elkaar. Ze zijn niet, ze drijven op de mantel. En op dit moment is er dus tussen de plaat waar India op ligt en de Europese plaat, de Euraziatische plaat waar Europa en Azië op liggen, die zijn tegen elkaar aangebotst en die drukken elkaar zeg maar omhoog. En daarom krijg je hier een berggebied. En langzaam maar zeker zien we hier dus het 3D-effect. En doordat dit twee continentale platen zijn, die ook op een behoorlijke snelheid op elkaar afschuiven, vinden we hier dus het hoogste gebergte ter wereld. U ziet ook op de achtergrond aan het randje van de aarde de atmosfeer. OpenSpace die probeert te modelleren hoe het eruit zou zien om op een bepaalde hoogte de atmosfeer te zien.
Dus ook zoals u zou kunnen zien in bijvoorbeeld een filmpje van Felix Baumgänger, die, die een sprong maakt, de langste en hoogste sprong in de historie van de mens. En daar ziet u dus ook die kromming van de aarde en dus de atmosfeer. En OpenSpace probeert ook zoiets te laten zien. Dus stel dat we echt op een behoorlijke hoogte boven het aardoppervlak zouden rondvliegen, dan is dit dus ongeveer wat we zouden zien. We zien hier momenteel Afrika in het donker liggen. Laten we nog even bij een andere plek gaan kijken waar dat relief heel goed te zien is. En dan gaan we naar een ander gebergte. Het bevindt zich op een ander continent, namelijk in Zuid-Amerika. In Zuid-Amerika vinden we natuurlijk de Andes. De Andes is best wel een bijzondere plek. Ook voor sterrenkundigen. Maar dat komt omdat het in de Andes ontzettend droog is. Sterker nog, het is de droogste woestijn ter wereld na Antarctica. Antarctica is eigenlijk ook een soort van woestijn als we puur kijken naar de droogte in dat gebied. Maar het is ook relatief donker. Er zijn wat kleinere steden te vinden, maar tussen die steden in is het min of meer donker. En dat is natuurlijk een perfecte plek voor telescopen. Maar om ze te kunnen vinden, moeten we het eerst even dag maken. Dus we gaan weer even in die tijd schuiven. Om het ook in de Andes dag te krijgen. Go. We zien eigenlijk een heel droog gebied. We zien hier Salar de Uyuni. Juist de grootste zoutvlakte ter wereld. Ligt in Bolivia. Hier ligt Chili. Argentinië ligt hier rechtsonder. Dit is Bolivia en daarachter ligt Brazilië. We gaan een beetje inzoomen op een gebied in Chili. We zien hier wat meren liggen, een beetje een groene kleur. Dat komt door de bacteriën in die meren. En vervolgens zien we hier nog een ander gigantische vlakte liggen. Hier worden mineralen gewonnen die onder andere worden gebruikt in batterijen. Voor bijvoorbeeld al die elektrische auto's die tegenwoordig onderweg te zien zijn. En iets wat ten zuiden daarvan vinden we een vrij bijzonder object. En dan moeten we even wachten totdat OpenSpace dit hier heeft geladen. Want anders gaan we hem niet zien. Oh, hij ligt er net ten zuiden van. Hebben we even geluk. Als we vanuit de ruimte kijken, dan zien we hier namelijk een soort van cirkeltje liggen. En dat cirkeltje is een krater. Ja, en deze kraters ontstaan eigenlijk doordat er vroeger, of nu, het zou ook nu kunnen gebeuren, meteorieten naar de aarde, vanuit de ruimte naar de aarde komen. En op dat moment komen ze dus in de zwaartekracht van de aarde. En op dat moment worden ze naartoe getrokken. En sommige asteroïden zijn groot genoeg om dan het aardoppervlak te raken. En die komen dan op de aarde. En zo kun je dus hier ook zien dat hier dus vroeger een meteoriet de aarde heeft geraakt. En als we proberen dat 3D te laden. Deze krater is overigens niet heel goed meer zichtbaar. In ieder geval niet zo goed als dat die miljoenen jaren geleden zichtbaar was. En dat komt door erosie. Dus ondanks dat dit de droogste woestijn ter wereld is, is er alsnog watererosie. Af en toe zijn er wel regenbuien. En dan slijt dat eigenlijk uit. En het is overigens niet alleen watererosie, maar het is ook bijvoorbeeld winderosie. En vervolgens zal over miljoenen jaren zal deze krater ook niet meer zichtbaar zijn. Doordat het helemaal is uitgesleten. En hier op de achtergrond, daar zien we eigenlijk al een behoorlijk gebergte. Dat is natuurlijk de Andes. En de Andes is een iets ander soort gebergte dan de Himalaya's. Dat komt omdat bij de Himalaya's hebben we twee landplaten die op elkaar schuiven. Die vervolgens elkaar samen omhoog drukken. In het geval van de Andes hebben we een oceanische plaat, een grote oceaan, die eigenlijk onder de Zuid-Amerikaanse plaat schuift. En als een gevolg daarvan
smelt. Die oceanische plaat, die voornamelijk uit basalt bestaat. En vervolgens borrelt dat weer omhoog en vormt dat vulkanen. En we zien er behoorlijk wat van. Het meeste van deze bultjes hier in het landschap zijn dan ook vulkanen. Maakt het een best wel bijzonder landschap. Ja, als u trouwens ondertussen nog vragen heeft over OpenSpace, dus de software, of over DOT, of over iets anders waar we over praten, dan kan ik die vragen stellen in de chat. We hebben verschillende moderators die vragen kunnen beantwoorden. En wij zullen ze ook proberen te beantwoorden als we het makkelijk kunnen laten zien. En aan het einde van deze reis die wij hebben, onze show, kan u ook meer vragen stellen. En dan zouden we het ook kunnen laten zien in OpenSpace. Ja, dus houden de chat in de gaten. Als we hier vervolgens een stukje ten noorden van die krater gaan zitten, midden in dat hooggebergte, dan zien we wat structuren hier in het landschap die niet helemaal natuurlijk zijn. We zien wat lijnen lopen. En dit zijn wegen. Wegen aangelegd voor een speciale reden, namelijk om hier in het midden een observatorium te bouwen. En het observatorium dat heet ALMA. ALMA staat voor de Atacama Large Millimeter Array. En het is een van de meest prestigieuze telescopen ter wereld. En dat komt eigenlijk omdat hij op zo'n bizarre plek ligt. Dus het ligt niet alleen midden in de Andes, maar het ligt ook op een hoogte van ongeveer 5 kilometer. Dus we zitten nu zelf op een hoogte van iets meer dan 6. En die ALMA-telescoop die ligt op iets meer dan 5 kilometer hoogte. De telescoop is niet één telescoop, maar dat zijn allemaal kleintjes bij elkaar. We zien hier heel wat in het midden staan, maar we zien daar verder omheen, rondom die weggetjes, zien we ze ook staan in telescoopjes. Die kunnen worden verplaatst. En vervolgens werken ze samen tot het vormen van één grote telescoop. Waardoor we met een veel hogere resolutie het heelal in kunnen kijken. Hier in het midden zien we een aantal staan. Door de enorme hoogte hier is er ook weinig zuurstof. Dus op 5 kilometer hoogte is er ongeveer 50% van de hoeveelheid zuurstof. En dat maakt het een ontzettend zware plek om te werken. Sterker nog, bij de bouw van deze telescoop zijn ook meerdere mensen omgekomen door hoogteziekte. Uit veiligheidsoverwegingen wordt die telescoop daarom ook niet bestuurd vanaf daarboven. Mocht er wel mensen omhoog gaan, dan moeten ze dus ook verplicht zuurstof meenemen. De telescoop wordt bestuurd iets lagerop. Dus we volgen even de weg naar ALMA, maar dan terug de berghelling af. We zien dus ook echt hoe schuin dit landschap hier wel niet loopt. En dan halverwege de berg zien we wat gebouwen staan. Die staan hier zo. En dat is het Operation Support Facility. En vanaf hier wordt de telescoop bestuurd. Overigens, als die verschillende antennes, die verschillende schotels moeten worden verplaatst, dat kan niet op afstand. En ze hebben daar gigantische vrachtwagens waarmee ze die dingen dus kunnen verplaatsen. Ja, maar nu hebben we heel veel dingen laten zien op de aarde. En er is heel veel interessants wat we kunnen laten zien en waar we naartoe zouden kunnen reizen. Maar dit is ook natuurlijk gewoon op Google Earth te doen. Dus we willen even laten zien wat OpenSpace nog meer in petto heeft. En een van de eerste dingen die we dan heel makkelijk zouden kunnen laten zien, behalve de ISS, is de maan. Dus wat we gaan doen is we gaan langzaam weer weg van de aarde. En we zien de sterren weer. Ja. We zien ook weer de baan van de aarde verschijnen. En dan iets verderop zien we de baan van de maan. Ja, het is de iets minder zichtbare bruinig-rode streep. Nu wordt het al snel duidelijk, nu we uitzoomen. En daar linksonder in de hoek zien we de maan. Dus wat we gaan doen is we willen ons daarop focussen. En dat kan naast het tijdkopje. Dus we klikken daarop en dan gaan we naar de maan. En u zou hier dus makkelijk kunnen kiezen tussen Mars, de maan en de zon. Maar u kan ook in het hierin kan u typen en dan kan u naar meer andere dingen zoals Pluto of Saturnus. Ja,
Ja, ik heb nu de taal in het Engels staan, maar het zou eventueel misschien ook in het Nederlands kunnen. En langzaam zoomen we in op de maan. En nu komen we min of meer vanaf de aarde op de maan af. En we zien eigenlijk dat die volledig verlicht is vanaf deze kant. Dat is niet heel gek, want het is natuurlijk ongeveer volle maan. Dus als u vanavond naar de maan kijkt, dan zult u min of meer dit zien. De andere kant is natuurlijk donker, want die maan die geeft zelf geen licht, maar die reflecteert licht vanaf de zon. En hij reflecteert nogal wat licht. En daarom lijkt hij dus ook heel erg fel als we er 's nachts naar kijken. In werkelijkheid is dat gesteente een stuk donkerder. Er zijn wel maanstenen mee teruggenomen door astronauten. En als we die maanstenen nu hier op aarde bekijken, dan zullen we zien dat ze eigenlijk meer een soort donkergrijze, haast zwarte kleur hebben. Ja, maar puur omdat het dus zo'n groot oppervlak is en redelijk dichtbij ons staat, lijkt het dus alsnog heel erg fel. Nou, we zien hier duidelijk ook verschil tussen een soort van verschillende kleuren van de grond. We hebben de lichtere stukken aan de rechterkant en we hebben de iets donkerere stukken in het midden en linksonder. En dat is dus het verschil tussen wanneer welk gesteente gevormd is. Die zwartere stukken zijn al veel ouder. Het is dus eigenlijk gewoon magma wat langzaam gestold is. En dat is dus eigenlijk al heel veel jaren zo. We zien allerlei soorten texturen ook nog daartussen doorlopen. Dus we zien hier een soort van bergketen op dat oppervlak van die maan. Maar wat voornamelijk heel erg opvalt, zijn al die kraters. En die kraters die zijn met het blote oog eigenlijk niet te zien. De donkere vlekken zeker wel. En die hebben jullie ongetwijfeld ook allemaal wel een keer gezien. Maar die kraters, daar heb je toch echt een telescoop voor nodig. En verder kijken lukt eigenlijk ook al. En er zijn heel wat zondes geweest die de maan hebben gefotografeerd van dichtbij. Het zijn zondes die om het oppervlak van die maan heen draaien. En vervolgens is al die data dus ook in open space gezet. En er zijn momenteel nog wereldwijd heel wat sterrenkundigen bezig om nieuwe data voor open space te maken. En dat vervolgens ook hier allemaal in te zetten. We zagen net dat de Himalaya en de Andes, dat die 3D waren. En hetzelfde geldt ook voor de maan. Maar als jullie zelf OpenSpace thuis zullen downloaden, dan zullen jullie ook merken dat dat het geval is voor heel wat andere planeten. Zoals bijvoorbeeld Mars. Nou, we zien al die kraters hier liggen. En Alex, kan jij misschien vertellen waarom we zoveel kraters zien op de maan? Ja, nou, het grootste verschil dus vergeleken met de maan en de aarde, is dat er op de maan eigenlijk geen atmosfeer is. Een hele lichte, maar het is vrijwel geen. En er is ook geen stromend water. Dus waar het voor zorgt, is dat er geen wolken zijn, er zijn geen luchtstromingen, er is geen water wat over het oppervlakte gaat. En dat zorgt er dus voor dat eigenlijk er geen erosie is op de maan. En dat zorgt er dus voor dat al deze kraters heel lang blijven liggen. Eigenlijk sinds het moment waarop ze gemaakt worden, zijn ze voor altijd zichtbaar. Het zou dus kunnen dat er een andere impact voor zorgt dat die weer opnieuw gevormd wordt. Dus dat er twee keer op dezelfde punt eigenlijk een inslag is. Maar eigenlijk op het moment dat er één keer een inslag is op de maan, dan blijft die voor altijd liggen. Op de aarde slaan dus ook vrijwel evenveel grote meteorieten in. Maar dankzij erosie zien we die kraters niet. Gemiddeld valt er op aarde één keer in de min of meer 60 miljoen jaar een grote asteroïde. De vorige, als 65 miljoen jaar geleden, heeft de dinosauriërs om zeep geholpen. En eigenlijk zitten we al wel weer over onze termijn heen. Ja. Een van de interessante dingen is dat het een stuk beter is op de aarde dan op de maan. Want door dus de atmosfeer die wij hebben, verbranden er ook een hoop kleinere meteorieten in de atmosfeer. En dat heeft de maan dus niet. Dus de maan wordt veel vaker geraakt. En wij hebben vaker dat er eentje in onze atmosfeer komt. We zien het dan als een vallende ster. En afhankelijk hoe groot die is, kunnen het dus kleine vallende sterren zijn. Zoals bij jaarlijkse meteorenregens of sterrenregens. Vallende sterren. En
Ja, bij de maan is het vrijwel altijd een nieuwe inslagkrater. Ja. En vallende sterren lijken misschien zeldzaam. Maar je moet zich goed realiseren dat er dus dagelijks wel 100 ton aan materiaal op de aarde valt vanuit de ruimte. Dus de aarde wordt eigenlijk iedere dag zwaarder. We zijn hier momenteel op een bijzonder plekje aangekomen, maanlandschap. Namelijk hier is Apollo 11 geland, iets meer dan 50 jaar geleden, 1969. Om precies te zijn, hier. En dat is dus de eerste plek waar mensen hebben gelopen op het oppervlak van die maan. En deze plek, eigenlijk deze hele vlakte hier, noemen we de Sea of Tranquility. En er zijn nog veel meer astronauten naar het oppervlak van die maan geweest, gedurende de andere Apollo-missies. Die zijn eigenlijk allemaal aan dezelfde kant van die maan geland. Ja, en dit is eigenlijk om een hele logische reden als je erover nadenkt. Want op het moment dat wij de eerste astronauten hadden die op de maan landden, hadden we nog niet zoveel satellieten om en de aarde en om de maan als we nu hebben. En dat zorgde ervoor dat er eigenlijk maar een hele beperkte manier van communiceren had. En op het moment dat je aan de andere kant van de maan zat, dan is er dus geen radiocontact tussen de aarde en de maan mogelijk. Dus we kunnen het hier laten zien. Op dit moment zitten we aan de kant die we vanaf de aarde kunnen zien. En dus eigenlijk alle maanlandingen zijn aan die kant geweest, puur zodat we communicatie konden houden met de astronauten die op dat moment op de maan waren geland. En dan hebben we ook ongeveer onze trip naar de maan gehad. Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie ze nog stellen in de chat. En indien ze er niet zijn, dan willen we jullie graag nog een fijne avond wensen. Wij zullen ongetwijfeld weer terug zijn. Dan wel online, dan wel in DOT met aankomende planetarium shows. Ja, hou vooral de Facebook in de gaten. Daar ziet u ook wat er in DOT gebeurt. En u kan ons abonneren op dit kanaal. En op het moment wij dan live gaan, dan krijgt u een melding. Of in ieder geval, dan ziet u in uw abonnementen. Ziet u dus dat er een nieuwe live show live is. Of in ieder geval dat die geannounced is. En dan ziet u dus de tijd en wanneer u kan gaan kijken. Verder hebben we hierna nog een Zoom-sessie. Als u die wilt joinen om ons iets te vertellen, of u ervan heeft genoten of als u nog opmerkingen heeft, dan zou u daar nog met ons in contact kunnen komen. Wij zullen er in ieder geval zijn. We hebben nu toe nog geen vragen, dus ik denk dat de Zoom-link zo in de chat komt door een van onze moderators. En dan hopen jullie daar misschien te zien. Okay. Dankjewel.